Zo ongezellig bij ons. Nou, Geet. Leuk. Ha. Wie van jullie is de beste middagslaper? Oeh. Dat is best wel een lastige, denk ik. Want we doen het sowieso niet heel veel. Hebben we het hier nu al een keer gedaan? Volgens mij niet, hè? Nee. Eén keer geprobeerd dan? Ja, 10 minuten denk ik en al was het. Ja. Hoe lang hebben we al gelegen? Allebei dus niet echt. Wat is de leukste eigenschap van je roomie? Ja, gewoon altijd gezellig en lachen en grapjes maken. En wat ik ook leuk vind is al die crème ritueeltjes die je hebt. Oh, waar je helemaal kan uitleven. Daar raak ik ook een beetje in besmet, want nu ga ik ook weer dingen kopen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Volgende vraag, ga jij? Ja, wie zet de wekker en hoe klinkt die? Vanochtend ging mijn wekker af en dat was het nummer van John Mayer, dus dat is wel lekker wakker worden. Ja. Ja. Was het free falling? Yes. Free. Wil je maar zingen? Nee. Weet je zeker? Laat maar. Een board mission. Imiteer de ander als ze slaapt. Zal ik dat maar even gaan doen? Het is namelijk wel heel grappig. Mijn goot kan echt zo lekker liggen. Oh nee. Dus lekker slapen, hè? Soms is er oprecht een snurkje in deze. Maar het mooiste is dan dus als ze 's nachts wakker wordt en dan moet ze even naar het toilet of zo en dan komt ze terug. En dan standaard water drinken, maar dat gaat dan niet rustig. Dat is dan dus echt, je wilt niet geloven, maar ik kan waarschijnlijk niet eens nadoen, maar het is echt. Je hoort me niet eens slikken, maar kan je alsjeblieft een slokje water nemen en jouw ik kan slikken? Dus niet zachtjes ik kan slikken. Niet zachtjes slikken. Dat. Hoor je dat? Het is echt luid, hè? Het is echt luid. Ja, dat is 's nachts misschien wel heel luid ook. Bij wie van jullie twee is de kamersleutel het meest in veilige handen? Ik denk bij jou. Ja? Ja, maar eigenlijk ook niet bij jou. Ja. Want jij was hem nu, waar was je hem vergeten? Hij is kwijt. Oh, ja. Ja, hij ligt thuis. Hij is kwijt. Ging de was doen. Ja. En wat is het leukste dat jullie ooit op de kamer hebben beleefd? Helemaal niks. Zo ongezellig bij ons. Ik vind het altijd gewoon heel gezellig, ons koffieritueeltje in de ochtend. Mijn go gaat lekker koffie voor me zetten en dan hebben we een koffietje in bed. Ja. Om de dag mee te beginnen, dus dat is altijd goed begin. Dan bespreken we even wat we hebben gedroomd. Als we hebben gedroomd. En de dag starten. Lekker relaxed. Ja, liever alleen of met z'n tweeën op de kamer en waarom? Als ik in mijn eentje zou slapen, maar dan wel 's ochtends naast je wakker zou mogen. Oh, dat is lief. Zodat je je koffietje kan krijgen. Zodat je een koffie kan krijgen, inderdaad. Dan vind ik het diva ideaal. Hier, diva. Dat zou ideale zijn. Ben je wakker? Een deur ergens. Gewoon dat je allebei je eigen kamer hebt, maar een deur die dan open kan. Naar binnen, ja, dat je naar binnen kan komen. Dat zo, ja.